Dat gaat volgens drie hoofdlijnen. Enerzijds het versterken van het ondernemerschap van de binnenstad. Dat is met name een rol die bij de ondernemers ligt. Het betrekken van de Oude IJssel bij de stad. Daar is natuurlijk de laatste maanden herhaalde malen over gegaan en zijn ideeën over geweest. En we willen de binnenstad als geheel aantrekkelijker maken. Welke termijn is daarvoor uitgetrokken? Uiteindelijk is de eindtermijn 2030, maar er is natuurlijk helemaal niets mis mee om het met elkaar veel eerder rond te hebben en uitgevoerd te hebben. En als je eerlijk bent, een stad is dynamisch, een stad beweegt. Dus als je 5 jaar verder bent, zijn er vast weer nieuwe ideeën naar boven gekomen. Dus ik denk dat we ook wel tot 2030 en ver daarna bezig zijn, net als dat de afgelopen honderden jaren die stad ook zijn ontwikkeling heeft gehad. Heeft de bezoeker ook wat te vertellen over de nieuwe binnenstad? Ja, want we hebben met elkaar eigenlijk na het rapport van Gert-Jan Hospers zijn de avond in Amfion geweest, de ochtend met de ondernemers. De jongeren zijn op de Bleek bezig geweest. Doetinchem Spreekt heeft zich daarover uitgelaten. We willen dit najaar een soort inloopwinkel gaan starten in de Hamburgerstraat, waarbij mensen informatie kunnen krijgen, maar vooral waar mensen ook informatie en ideeën kunnen brengen voor het uitvoeringsplan. Datzelfde geldt ook voor de ondernemers, want dat uitvoeringsplan moet april, mei ter besluitvorming voorliggen. Maar dat is een uitvoeringsplan wat we met elkaar ook moeten uitvoeren. Het is niet de gemeente die nu even wat gaat doen. Los dat het college de raad wel heeft voorgesteld om geld te reserveren in de begroting om wel dingen uit te kunnen voeren. Want ook de gemeente zal aan de bak moeten.